Na een zware dag gisteren van Vaals naar Vizé en dan naar deze prachtige bed and breakfast in Richel, ga ik van hieruit naar Brno en dan naar Warsage, of was het nou omgekeerd? Daar zijn veel burgers vermoord in de Eerste Wereldoorlog vandaag, 100 jaar geleden. En er is een herdenking en ik, helaas weet ik bijna zeker dat Heinrich Ohlenvorst daarbij was. Ze lagen op dat moment lagen ze ergens in een veld in de buurt van Brno, tussen Brno en Warsage eigenlijk in. En ja, hij is er geweest, klaar, kan dat niet wegsteken. In de oorlog van 1870 probeerde Frankrijk burgers te bewapenen om de Duitsers tegen te houden. Deze bewapende burgers werden francs-tireurs genoemd, vrijschutters. Guerrilla-strijders of terroristen dus, al naar gelang wie het zegt. Duitsland weigerde deze bewapende burgers als oorlogvoerende te beschouwen en fusilleerden ze standrechtelijk. De schrik voor deze hekkenschutzen zat er diep in en tientallen jaren kregen alle dienstplichtigen ingeprent dat in Frankrijk en België elke boer met een jachtgeweer op hen zou schieten vanuit keldergaten of zolderluiken. In augustus 1914 hadden de burgers echter al hun wapens moeten inleveren bij de gemeente. Desondanks zijn er naar schatting in België in de eerste oorlogsmaand 5500 onschuldigen als vermeende francs-tireurs opgepakt en vermoord. Burgers werden in augustus 1914 terechtgesteld. De enige overlevende van de familie Frank emigreerde na de oorlog naar Engeland. Zijn zoon komt ook een krans leggen. Zouden deze goede mensen weten dat het Britse volkslied toentertijd hetzelfde was als het Duitse? Ik schrok me trouwens een ongeluk toen ik mijn eigen achternaam op het monument zag staan. Hier in Brno is het regiment von Lützow in de nacht van 5 op 6 augustus 1914 doorheen getrokken, dat weet ik zeker. En de dagen daarna zijn ze ook hier in reserve gehouden in de buurt. Ja, dus misschien heeft hij wel op een van die zolders daarboven geslapen, wie zal het zeggen. Maar ik ben wel onder de indruk van de herdenking, moet ik eerlijk bekennen. En ik durf eigenlijk niemand te benaderen voor een interview. Ik hoor een beetje tot de verkeerde kant, heb ik het gevoel. Ik heb net een red poppy gekregen, symbool van de Eerste Wereldoorlog, tegen de oorlog eigenlijk. En nu voel ik me al helemaal bezwaard, dat durf ik helemaal niemand mee te vragen eigenlijk. Hè. Ik sta met een brok in mijn keel langs de kant van de weg. Ik speel zelf ook in de muziek en ik zou het eigenlijk prachtig moeten vinden. Maar het enige waar ik aan kan denken is aan die arme mensen. Die gefusilleerden. Misschien zat er daar ook wel iemand van bij de fanfare. On les a vus revenir, blessés, mourants. On les a soignés, nourris. Ils avaient soif. On leur a donné à boire. Et puis, ils nous ont insultés, accusés de les empoisonner. Alors, avec une sauvagerie inhumaine, ils ont tué nos enfants, incendié nos fermes et nos maisons. Notre village est en ruine. Nog een verrassing. Reinders. Zo heette mijn overgrootvader en de achterneef van Ohlenvorst.
Voilà. Et alors ici, donc, il y avait 36 victimes civiles. Donc 18 qui ont été citées à Warsinges et 18 qui ont été citées à Vernon. Et combien de victimes civiles étaient ici au, ce jour-là ici à Vernon, juste à Vernon. Que à Vernon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ils sont passés ici à Bernau. Et Bernau, ils avaient brûlé. C'est le premier village en Belgique qui a été brûlé. C'est le premier village. Et alors, ils sont allés au village suivant, à Bombay. Et alors là, ils ont dit, si vous nous donnez de la nourriture, on libère des otages. Et alors là, donc, Bombay a donné, ils ont donné plein de nourriture. Donc, on a libéré plein de prisonniers et d'otages. Et alors, dans un livre, j'ai lu que le bourgmestre, qui avait 78 ans, le bourgmestre de Bernau, il ne savait pas avancer aussi vite. Et est-ce qu'on l'aurait tué ou quoi? Enfin bon, on l'a retrouvé dans un fossé l'année suivante, quoi. Ou est-ce qu'il est mort d'épuisement? Je ne sais pas. Le plus jeune, je crois que c'était 14 ans, 14 ou 15. Vous trouvez maintenant ici, les Allemands ne sont pas bien vus ou c'est complètement... Oh, maintenant c'est fini. Je ne sais pas. Il y a des Allemands qui habitent à Warsage. C'était quand même longtemps. Oui. Là, il y avait un monsieur qui était vraiment contre les Allemands parce que son grand-oncle, il avait deux ou trois personnes de sa famille qui étaient décédées. Et alors moi, je lui ai dit, mais bon, les Allemands, ils ont fait des atrocités, mais les Américains ont fait aussi des atrocités au Vietnam ou autre part. Oui, mais... Bon, voilà, c'est chacun qui vit ça personnellement. Maintenant, l'Allemagne a quand même une grande aura... économique aussi, hein. Ik zit in mijn bed and breakfast. Wat een drukke dag vandaag. Veel herdenkingen, twee herdenkingen bijgewoond. Het heeft toch wel indruk op me gemaakt. En ik voel me eigenlijk een beetje, dat is natuurlijk overdreven, hè, maar ik voel me een beetje zoals die Heinrich Oorlog was. Als je zo'n soldaat hebt toen in die tijd. Krijg ik zijn brieven in dat tijd. En ik kreeg een mail. En ik kreeg een mail van mijn ex, ik ben gescheiden. Ik heb wel een goede band met mijn ex. En die schreef dat, ze had verteld aan mijn zoontje van 4,5, dat papa op tocht was en had die op tocht. En had hij gezien dat op het nieuws hadden ze mijn verhaal gemixt met archiefbeelden, met soldaten. En hij zat er helemaal in. Hij denkt dat ik in de oorlog zit. Okay. En toen ging op een gegeven moment het dorp waar ze woonden, ging het luchtalarm. En zijn fantasie sloeg meteen op hol. Nou, voor wie zou die het hebben? En toen begon hij te roepen dat ze moesten vluchten voor de soldaten. En hij kon er nog wel mee lachen, maar toch. En toen schreef mijn ex het volgende, en dat wil ik toch even wel vertellen. Maar 100 jaar geleden was het wellicht echt zo. Moeders met kinderen die wegvluchten voor het geknal en het gebulder van bommen en granaten. Ik huiverde even bij de gedachte dat ik niet zou weten hoe ik mijn eigen kind... voor zulke geweld kan beschermen. Ja, dat is een onthutsende gedachte. En dat komt heel dichtbij nu ik 100 jaar later ergens ook op zo'n plek sta waar dat gebeurd is. Sinds ik met dit project bezig ben, heb ik van journalisten al een paar keer de vraag gekregen, stel dat Heinrich Ohlenforst nog zou leven, wat zou je dan aan hem willen vragen? En ik heb eigenlijk altijd de meest onnozele dingen geantwoord, merk ik nu. Want ik was vandaag op een herdenking en toen schoot me eigenlijk een vraag te binnen die ik echt heel erg graag aan hem zou willen stellen. Want ik weet zeker dat hij daar vandaag was. In het regimentsboek staat dat ze daar 5 augustus waren. En dat ook dat er vanuit de huizen op hun geschoten werd. Punt. Daar eindigt de mededeling. En vandaag kwam de rest van het verhaal. Dat ze niet opgeschreven hebben. In die nacht zijn er ook van een buurdorp, Warsage, ik was in Bernau en in Warsage, zijn er toch 20 burgers gefusilleerd, tegen de muur gezet dus. En de vraag die ik hem zou willen stellen, en ik zal ze maar gewoon direct stellen, Heinrich, waarom heb je dat gedaan, jongen? Ik kan me nog voorstellen dat je door je officieren wijsgemaakt hebt gekregen dat er vanuit huizen daadwerkelijk op jullie geschoten is. Of dat je dat misschien zelf dacht. Maar bij de gefusilleerden zat een jongen van 12 en een jongen van 14 jaar. Mijn vriendin heeft een zoon van die leeftijd. Ik kan me daar werkelijk niks dat je die in koele bloeden kunt neerschieten. Dat ze die 's ochtends langs de kant van de weg vinden.
Daar had ik het heel moeilijk mee. Daarover schrijft een Belgische overlevende. Wat? 6.000 Duitsers tegen amper 300 Belgen.